In museum Boymans van Beuningen in Rotterdam is dit weekend een kunstwerk zwaar beschadigd geraakt nadat een bezoekster onwel werd en viel. Het gaat om een cirkelvase van Hella Jongerius. Het is voor het eerst dat al haar werk in Nederland wordt tentoongesteld. De schade bedraagt meer dan 100.000 euro.